gaan gewoon wat doen. Sta maar op. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Welkom op vrijdag 24 april. Net de vrijdag voor Koningsdag. Dat is dan maandag. En ja, wij gaan even Pilates doen. En met een heel groot stukje meditatie erbij aan het einde. Dat je even goed naar jezelf kan luisteren en even voelt hoe het weekend komt. Wat we allemaal woningsdag noemen in plaats van Koningsdag. Omdat je binnen moet blijven en bij jezelf. Maar ga maar nu je schouders cirkelen. Goed ademen. Goed staan. Je knieën lichtjes buigen. En adem maar in. Maak je helemaal groot. Goed ademen. En laat je schouders hangen. Goed losschudden je schouders. Trek maar omhoog. En loslaten. En inademen. En loslaten. Nog een keertje. En los. Nog een keer. En los. Nog één keer. Goed loslaten. Heel goed. Oké, we doen de roll-up net zoals altijd. Werven voor werven omlaag. Goed langzaam omlaag gaan. Je knieën zijn iets gebogen. Laat je uithangen. En kom van hier wervel voor wervel weer omhoog. Maak je lang. En nog een keer wervel voor wervel af. Goed ademen. En wervel voor wervel weer omhoog. Nog een keer. Maak je lang. Strek je maar helemaal lang. Maak je groot. Blijf boven. Adem diep in. En adem uit. Oké. Dan gelijk beginnen met evenwicht. Span je bekkenbodem aan. Maak je strak. Stabiel. Buik vast. En gaan we op één been staan. Ja? En sla maar dat been voor en achter. Blijf stabiel. Maak je groot. Ademen. Goed op één been staan. Je knie is ietsjes gebogen. Ja, van je standbeen. Hier. Standbeen iets buigen. Been voor en achter. Denk aan het touwtje omhoog. Maak je groot. Blijf de hele tijd staan. Zelfde been. Maak je groot. Blijf staan. Ademen. Buik vast. Bekkenbodem vast. Stabiel. Oké, zet je voet weer neer. Even ontspannen. Loslaten hier. Oké, weer aanspannen. Bekkenbodem aanspannen, sta goed. Alle vijf tenen in de grond ontspannen, niet krallen. Blijf ontspannen in je tenen. Til je voet op en zwaai heen en weer. Ademen, schouders laag. Maak je groot. Ademen, 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 ademen. Goed stabiel blijven. Blijf stabiel staan, denk aan het touwtje, maak je groot. Schouders laag. Ademen. Heel goed. Super. Blijf staan. En kom terug. Oké. Nu ga je weer staan. Kom je op je tenen. Ja, buik is vast. Stabiel blijven. Armen naar achteren en om de beurt slaan. Ademen. Schouders laag. Lange nek. Maak je groot. Hou je knieën gebogen. Hakken omhoog. Als je niet met je hakken omhoog kan staan, is het toch oké. Zet je hakken dan aan de grond. Maar blijf stabiel in je heupen. Hier stabiel blijven, ja? Dat je niet in de weer gaat, maar blijf stabiel. Borst naar voren, schouders naar achteren trekken. Schouders naar achteren en laag. Ademen, 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 ademen. Heel goed, zet door, zet door, zet door. Oké, zet je hakken aan de grond, maar blijf slaan. Blijf stabiel in je buik. Draai maar je duimen naar buiten. Borst naar voren, ademen. Goed uitademen. Goed stabiel inademen. Hou stabiliteit, ademen.
hier stabiel blijven. En maar loslaten. Ontspannen. Heel goed. En op één been staan. Bekkenbodem aanspannen. Draai je voet. De ene kant op en de andere kant op. Maakt niet uit hoe, allebei de kanten opdraaien. Heel goed. Wissel van voet, andere kant. Buik aanspannen, bekkenbodem aanspannen, stabiel staan. Heel goed. Ja, en kom weer terug. Okay. Die hebben we gisteren al even gedaan. Neem je schouders naar achteren, draai je duimen naar achteren. Schouderbladen achter omlaag. Ja? Lange nek, lange nek. Maak je groot. Trots zijn, schouders laag. Adem diep in en dan adem je zo lang mogelijk uit. Dus adem in en uit, 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 uit. En ontspannen. Oké, als je uitademt heel lang, laat dan je schouders achter. Kom niet in de verleiding om dit te doen. Nee, blijf achter met je schouders. Duimen uitgedraaid en ik weet daardoor dat je uitademt. Wordt je longvolume kleiner en je ademhulpspieren willen dat je naar voren komt. Maar ik wil graag dat hij hier blijft. Dus adem in en heel ver uitademen. Nog meer, nog meer, nog meer, nog meer, nog meer. En weer in. Los. Nog een keertje naar achteren. Adem diep in. Ja, blijf hier. En uitademen. En loslaten. Oké, we gaan aan de grond. Ja, we gaan gewoon op de mat zitten. We gaan de roll-up doen, wervel voor wervel, langzaam laag. Heel langzaam. Goed je buik aanspannen. Maak je lang. Adem diep in. En kom wervel voor wervel weer omhoog. Maak je lang. En nog een keertje wervel voor wervel omlaag. Langzaam. Controleerd. Adem diep in en adem uit. Kom weer omhoog. Heel goed. En ga weer omlaag. Oké, neem je armen langs je lichaam. Rechts en links. Stabiel. Schouders aan de grond. Naar achteren. Buik vast. Bekkenbodem vast. Blijf stabiel. Oké, nu zet maar je hakken in verlenging van je zitbordjes aan de grond. Ik heb een klein holletje onder mijn rug. Buik is vast, bekkenbodem aanspannen. Nu til ik alleen maar om de beurt één voet op. Ja? Oké, jetzt kan je met je vinger controleren. Leg maar je vingers op je heupbotten. Die mogen niet bewegen. Je mag niks bewegen. Buik vast. Vastzetten. Ja? Je kan nog met je duim op je ribbenboog en je vingers op je heupen. En kijken dat er niks beweegt. Dan doe je het goed. Oké, als dat goed gaat, ga je om de beurt naar boven duwen. Ja, je rug is stabiel, buik vast. Een tik om de beurt naar boven. Heel goed. Dat gaat ook nog goed. Oké, dan zet je nu alle twee voeten omhoog. En alle twee voeten weer omlaag. Ja, goed ademen, buik vast. Heel goed, even ontspannen, loslaten in die bekkenbodem, in die buik, loslaten. Oké, we gaan nog een tweede doen, buik aanspannen. Ja, je hebt nog een heel klein holletje onder je rug, schouders naar achteren in de grond, maak je lang. Voel de lift, bekkenbodem aanspannen, buik aanspannen. Alle twee benen naar boven brengen, als dat net goed ging. Knieën mogen gebogen zijn, nu laat je om de beurt één been zakken. Ademen. Dat is al zwaarder voor je buik. Maar blijf goed stabiel in je rug. Schouderbladen naar achteren brengen. Ademen. Heel goed. Buik vast.
Heel goed. En trek maar je knieën in. Maak een ronde rug. Nu is je rug plat aan de grond. Goed draaien, ademen. Kijk, nu strek je been omhoog. Kijk maar hoe ver je je kan strekken. En dan gaan we een beetje omhoog komen met je billen. Je mag smokkelen met je armen hier. Dan kom je misschien wat hoger. Dat is oké. Ja, maar je kan die armen ook hier doen. Beetje omhoog. Kracht zetten in de buik. Ademen. Schouders laag. Ademen, ademen, ademen. Heel goed. Zet je voeten langzaam weer terug. Even ontspannen. Losschudden. Oké. We komen op de zijkant. Je onderste been is gebogen. Je bovenste been is gestrekt. Ja? Je bent in één lijn. Je elleboog, je heupen, je knie. Oké? Ik neem mijn voorste hand aan de grond, mijn bovenste, en til mijn billen op. Stabiel houden. Kijk maar dat je hoofd ook een verlenging is. Kom omhoog en nu til maar één been op. Dat ene wat ik kan. Die andere kan je niet optillen. Dus die til je op en die laat je een klein beetje zakken. Buik vast. Je schouder moet wat doen. Maak je maar lang. Dus ik laat mijn been aan de grond zakken. Strek mijn arm lang. Een keer. En kom omlaag. Blijf maar lang liggen op de zijkant. Neem je hoofd op je arm. Ja, goed je arm lang maken. En til maar alle twee benen van de grond op. Ja, en laat ze zakken. Benen optillen en laat ze zakken. Goed ademen. Taaien van de grond houden hier. Optillen en laat ze zakken. Goed ademen. Heel goed. En maar ontspannen. Oké, we gaan gelijk naar de andere kant. Draai even om. Eerst op je elleboog steunen. Aan de onderkant. Hier. Onderste been is gebogen. Bovenste been is in één lijn. Kijk maar. Elleboog, heupen, knie op één lijn. Ja? Oké, dan kom je hier omhoog. Je mag je voorste hand aan de grond zetten. Stabiel. Buik vast. Je mag ook hier blijven als dat genoeg is. En til je been op. En laat het zakken. Als je kan, neem je arm aan de zijkant. En trek je lang. Maar dat hoeft niet. Je kan ook met je arm voor je aan de grond blijven. Je schouder moet best veel wat dragen. Kracht zetten. Ademen. Blijf stabiel. Maak je lang. Ademen. Buik vast. Heel goed. En van hier gaan we omlaag. Strek je lang. Leg je hoofd neer op je arm. Goed op je zijkant liggen. Buik aanspannen. Alle twee benen optillen. Optillen. En laten zakken. Ja, hou je taaien van de grond. Ja, hier. Aan de grond houden. Weg houden van de grond. Stabiel houden. Schouder laag hierboven. Hier ontspannen. Niet verkrampen. Blijf stabiel. In je taille en in je buik, maar in je schouder laat je het los. Ontspannen je nek. Goed ademen. Til je benen op en laat ze zakken. Heel goed. Nog twee keer. En maar ontspannen. Oké, we gaan op de rug liggen. Voeten in verlenging van je zitbordjes aan de grond zetten en kom maar wervel voor wervel omhoog in de schouderbridge. Wervel voor wervel op en wervel voor wervel weer af. Kijk maar dat je voeten onder je knieën staan. Wervel voor wervel op en wervel voor wervel af. Als je wervelkolom afneemt, neem je armen naast je oren. Dus als je plat ligt, liggen je armen ook plat naast je oren.
En als je omhoog komt, kom je wervel voor wervel omhoog. En laat je armen zweven naast je billen. Wervel voor wervel af. Lang maken, ademen. En wervel voor wervel weer op. Nog een keertje. Wervel voor wervel af. Ademen. En wervel voor wervel weer op. Begin met je staartbeen omhoog trekken. Tot je je billen voelt. Goed aanspannen naar boven toe. En dan hetzelfde weer terug. Kantel je bekken omlaag. Nog één keer. En dan sla je door met je armen richting grond. Maar dan naast je billen. Oké? Okay? Billen omhoog. Stabiel blijven. Schouderbladen naar achteren brengen. Goed naar achteren duwen. Blijf omhoog met je billen. En nu strek je één knie. Heel goed. Zet die voet weer neer. Blijf omhoog met je billen. Strek je andere knie. Ademen. Laat je heup omhoog. Heel goed. Kom wervel voor wervel af. Laat je armen weer omhoog komen. Langs je oren. Maak je lang als je op de grond ligt. Adem in. Wervel voor wervel weer omhoog. Adem weer uit. Armen doorslaan naar de grond toe. Naast je billen. Billen is omhoog. Strek weer één been. In één lijn. Heel goed. Billen omhoog houden. Andere been strekken. Waarschijnlijk voel je dat één kant veel sterker is dan de andere. Dat is oké. Okay. Wervel voor wervel weer af. Neem je armen weer langs je oren. Nog één keer doen we dit. Wervel voor wervel weer omhoog. Ik weet niet of je weet dat je de hele tijd misschien met één been begonnen bent. Begin maar nu met de andere been. Met strekken. Ademen. Stabiel houden. Vasthouden. Zet weer neer. En de andere kant. Billen omhoog, hè. Ademen, ademen, ademen. Heel goed. Zet weer neer. Kom wervel voor wervel af. Heel goed. Oké, okay, trek je knieën in. Maak een klein pakketje van jezelf. Rol maar een beetje met je knieën over je buik heen. Ja, dan ontspan je in je onderrug. Goed ademen. Ja, neem je arm aan de zijkant, rechts en links. En laat je knieën... Nou, doen we eerst van de andere kant. Naar één kant toe vallen en kijk weg van je knieën. Adem diep in en uit. Goed ademen. Heel goed. Kom weer terug naar het midden toe en breng je knieën naar de andere kant. Blijf open gedraaid naar de andere kant. Ademen. Heel goed, kom in het midden. Oké, okay, pak maar een knieholte, trek die naar je toe. En strek je andere benen lang over de grond. Ja, goed even de been achterkant oprekken. Goed ademen. Als je kan je hoger pakken aan je onderbeen. Maar dat hoeft niet, je mag ook hier pakken. Wat je zelf kan, hè. Goed oprekken, ja, been achterkant. Heel goed, andere been. Goed, even naar je toe trekken. Ademen. Schouders laag houden. Maak je lang. Oké. Okay. Zet nog maar je voeten in verlenging van je zitbordjes. Neem je arm aan de zijkant. En druk maar je ellebogen in de grond. En laat ze zakken. Bekkenbodem aanspannen. Buik vastzetten. Dan ellebogen in de grond duwen. Schouderbladen naar achteren en loslaten. Nog een keer. Voet naar achteren duwen. En loslaten. En nog een keer. Duwen. En loslaten. Laatste keer. En loslaten. Schud maar je armen los. Oké. Okay. Ik wil graag even... Ja, bijna 10 minuten. Iets minder. De tijd nemen voor jezelf. We gaan nog even één oefening doen. Leg maar je één voet over je knie heen. Draai naar je knie toe en draai open. Maak je groot, schouders laag, kijk naar achteren.
Heel goed. Kom je terug. Zet je andere voeten overheen. Ja, je pakt je knie vast en je draait naar achteren. Als je omlaag kijkt, zie je je billen. Ja, die zijkant van je been. Ademen, maak je groot. Heel goed. Oké. Okay. Dus we zijn een beetje opgerekt. We hebben een klein beetje wat gedaan. Ik wil graag met jullie in meditatie ingaan. Dus gaan we je deken pakken. Of doe een jas aan. En ga lekker lang liggen. Ja, ik doe ook even de deken over me heen. Ik blijf zitten. Maar jullie mogen natuurlijk ook zitten. Maar ga maar lekker lang liggen. Is misschien wel lekker. Kijk maar wat je fijn vindt. Ja? Oké. Okay. Goed zitten, goed of liggen, goed je afdekken in jouw, hoe je ook ligt. Lang liggen, leg die deken over je heen. Goed ontspannen in je nek, schouders laag. En geniet er maar van dat je nu even de tijd voor jezelf hebt. Hè? Wij hebben gewoon in een coronatijd een heel lastige tijd. En sommige mensen hebben het zo druk dat ze helemaal geen tijd hebben voor zichzelf. En anderen hebben zoveel tijd dat ze zoveel tijd voor zichzelf hebben en het toch nog niet kunnen doen. Is al best eng. Voel even je eigen gevoel, oké? Ga maar lang liggen. Ontspan. Doe je ogen dicht. Schouders laag. Je bent veilig. Waar je ook bent, je bent veilig. Ga maar diep in en uit ademen. En adem diep in en uit. En voel maar hoe je ademt. En luister maar naar wat je hoort. Het is allemaal oké. Dus het maakt niet uit wat er is aan geluid. Om je heen. Hier is ook van alles. Vogels en auto's hoor ik. Goed ademen. Schouders laag. Blijf lang en ontspannen liggen. Probeer je schouders te ontspannen. En je nek los te laten. Ga maar naar je schouderbladen omlaag en laat je wervelkolom los. Ontspan je onderrug en je billen. Ontspan daar. Gewoon loslaten. Ontspan je benen, beenachterkant, je knieholtes en je kuiten. Ontspan je enkels. Je scheenbenen en je knieën. Laat je bovenbenen los. Laat je bekken los. Voel hoe je buik op en neer gaat als je inademt. En als je uitademt gaat hij natuurlijk neer. Goed ademen. Voel je borst ontspannen en je schouders los. Neem je kin een beetje in, ja, dat je nek lang is en ontspan je kaak. Ontspan je gezicht, je neus en je wangen, je ogen en je voorhoofd. Laat je voorhoofd los. Voel je kruin, je haargrens helemaal over je hoofd heen. Tot achter in je nek. Goed ontspannen. Adem diep in en uit. Voel je armen langs je zij en laat die ontspannen. Ontspan ook je handen, je vingers en je voeten. Blijf ademen. En voel maar of alles in je lichaam kan ontspannen. Krijg je alles los? Of voel je nog ergens spanningen zitten? Ja, is er iets wat je niet los kan laten? Of voel je ergens een pijntje? Ga er maar naartoe. Ga maar naar die plek die nog steeds op spanning staat. Of die je pijn doet. Geef het maar aandacht. Voel maar wat er is. Blijf ademen.
En ga naar die plekken toe die niet kunnen ontspannen. En zij erbij. En het is niet erg dat het niet kan. Het hoort op dit moment bij jou. Maar geef er maar aandacht aan. Wat het ook is. Blijf erbij. Blijf met je aandacht bij die plek. Bij die pijnlijke teen of knie. Bij die pijnlijke onderrug. Ik weet niet wat je hebt. Maar ga er maar naartoe met je aandacht. En zij er lief voor. Voel maar voor jezelf. Oh ja, ik ben er voor je. Ja, jouw lichaam geeft je signalen. En jij moet er even, je mag er even naar luisteren. Voel er maar naar. Goed ademen. Als je zo ligt en je hoofd gaat met jou aan de wandel, dan is dat oké. Niet erg vinden dat dat gebeurt, maar als het jou opvalt, kom terug naar je ademhaling en naar je lichaam. Kom terug en voel, waar waren die plekken? Ben ik er nog met mijn aandacht? Kan ik daar nog naartoe? Adem diep in en uit. En kijk maar of je weet, diep van binnen weet je lichaam dat, wat daar zit en waarom dat daar zit. Ja, heel vaak zit er iets achter en eigenlijk weet je het al wat erachter zit. Ga er naartoe, zij dan met je aandacht. En als je voelt wat erachter zit, laat dat eruit komen. Ja, misschien is het een emotie die eruit komt. Dat is oké. Laat het er zijn. Laat het ook eruit komen. Jij bent de enige die dit kan voelen. Niemand anders kan dit voor je voelen of oplossen. Alleen jij. Goed ademen. Laat die emotie die er is komen. En het is oké. Het is niet erg. De emotie mag er zijn. Is er voor jou. Goed ademen. Zij daar voor jezelf. En zij lief voor alles wat in je opkomt en wat er voor jezelf is. Of wat er was. Heb geen oordeel, maar zij lief. Voel hoe het in jouw lichaam zit. Hoe die ademhaling door je lichaam gaat. En hoe je aandacht voor jezelf daar is. Geniet er maar van. Het is geen moeten, maar het is een mogen. Je mag voor jezelf zijn. Eindelijk. En het is fijn. Iedere dag, 5 of 10 minuten na het wakker worden of voor het slapen gaan, als je niet meer tijd hebt. Je mag ook 's middags wat doen, maar zij daar eventjes voor jezelf. Omdat jij bent de enige die het nodig heeft. Je eigen aandacht. Alle aandacht die je aan anderen geeft is niet eerlijk. Als je jezelf die aandacht niet geeft. En zij daar voor jezelf. Ook al heb je dat jarenlang niet gedaan of heel lang niet gedaan. Dat is oké. Jij bent er nu. En dat is wat telt. Zij daar voor jezelf. Blijf ademen. En geniet ervan dat je voor jezelf daar bent. Geniet van die emotie die komt. Dat is oké. Als die komt. Als die niet komt is het ook oké. Alles is goed. Het gaat alleen om jou. Blijf ademen.
je nog een paar keer diep in en uit ademt, mag je, als je zelf vindt dat er tijd voor is, voor jezelf, op je eigen tempo, met je aandacht weer naar buiten komen, wanneer het jou uitkomt. Je mag blijven liggen zoals jij je voelt. Als je al zit of al wakker bent, is dat ook goed. Ik ga zo deze video afsluiten. Maar je mag blijven liggen. Blijf ademen. Misschien kan je je vingers bewegen, maar het is geen moeten. Je bent thuis, je bent veilig in een goede omgeving. Doe wat je wil doen en wat je moet doen. Doe dat voor jezelf. Blijf ademen. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en een hele fijne Koningsdag. Geniet van de oranje tompoesen. Die zijn voor jezelf. Geniet ervan. Adem lekker diep in en uit. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag. En dan zie ik jullie waarschijnlijk dinsdag. Als jullie meedoen, begin ik dinsdag weer met een Pilateslesje. En daarmee zeg ik van Buitensport Soest, tot de volgende keer.